Vandaag hebben we weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag hebben we een shoplog, want ik ben alweer naar de stad geweest. En hebben we leuke dingetjes gekocht. Ik ben bij de Primark geweest. Ik ben bij de New Yorker geweest. Ik ben ook nog bij de H&M geweest. Dat was volgens mij wel. In ieder geval, ik heb het meeste gekocht bij de Primark, want ik ging daar naar binnen. Normaal koop ik daar echt nooit iets, maar nu was ik er en ik dacht van, wow. Ze hebben best wel leuke dingetjes, dus laat ik wat gaan kopen. Dus laat ik dan ook maar gaan beginnen met de tas van de Primark. Het is niet een hele grote tas, maar is het wel propvol. Als eerste heb ik deze slippers, want ik zag ze hangen. Ze waren 1,50 €. En deze zijn in het wit. En ik heb ze ook gekocht. Oh, een bonnetje. Ik heb ze ook gekocht in het zwart, want ja, waarom niet? Ze kosten 1,50 €, dus ik dacht ik neem gelijk twee mee, aangezien ik ze altijd kwijtraak. Dan heb ik deze korte broek gehaald. En ik vind het best wel een leuke korte broek. Hij kostte 13 €. En ik pakte hem eigenlijk en ik dacht van, ja, zal ik hem kopen of niet? En toen ging ik hem passen en toen was hij heel erg leuk. En ik kon een heel leuk setje maken. Ik zal hieronder een foto invoegen die ik heb gemaakt. Zodat jullie kunnen zien hoe het eruit zag. En dat setje was met dit shirtje. Dit shirtje. En het is iets wat ik normaal nooit zou dragen. Zoiets felroods met van die bloemetjes erop. Maar ik vond hem uiteindelijk heel erg leuk. En hij kostte 8 €. En ja, ik vond hem heel leuk staan op een korte broekje. Dus ik heb hem... Ja, eigenlijk is het niet iets voor mij, maar toch heb ik er meegenomen. Dan heb ik even wat make-up doekjes meegenomen. Ook 1,50 € voor twee stuks. Ik heb nog nooit die van de Primark gebruikt, dus ik ben benieuwd of ik er rare uitslag van krijg. Of dat het gewoon goed werkt, dus ja. En dan heb ik dit korte broekje. Ik denk dat ik het gewoon als pyjama broekje ga dragen. Maar die kostte 3 €. Dus ik heb hem ook gelijk in het lichtblauw meegenomen. Want ja, ik heb al heel veel van deze broekjes thuis. En ik dacht van, ik moet gewoon gelijk alle kleuren hebben. Want ja, waarom niet? Dan was ik bij de New Yorker geweest. En daar heb ik deze korte broek gehaald. Ook weer zo'n, ja, zo-achtig iets. En ik had ze eigenlijk al in het donkerrood, lichtroze en in het zwart. Maar nu heb ik ze dus ook in het lichtblauw, grijs en rood. Want ja, ik vind het hele fijne broekjes. En je kunt ze zeg maar buiten, maar ook binnen dragen. En als pyjama, dus ja, 2 in 1. En dan heb ik best wel iets waar ik heel erg blij mee ben of zo. Ja, ik weet het niet. Oh ja, korte broekje kostte 5 € van de New Yorker. Maar deze badpak met van die cut-outs en... een open rug. En ja, ik vind hem heel erg mooi. Hij past ook heel goed bij mijn figuur. Dat heb ik niet heel vaak met een badpak, want ik neem altijd bikinis. En deze kostte 30 €. En ik vind hem echt heel, heel, heel erg mooi. Die heb ik trouwens bij de H&M gehaald. En toen had ik bij de H&M ook dit shirtje gehaald. En hij lijkt heel basic, maar er zit een soort van strikje hier, zoals je kan zien. En die wou ik dus samen combineren met dit rokje. En ik zag hem eerst hangen en ik dacht, ik ga hem gewoon passen voor de grap. Want ja, waarom niet? En toen ging ik deze passen met het zwarte shirtje erop. En ik zag het al helemaal voor me. Ik zag mezelf al helemaal in de zomer lopen met dit setje. En je weet wel, als je... Ja, of ben ik de enige die het heeft? Maar ik zag mezelf dus al helemaal lopen met dit rokje. Dus ik dacht van, ja, die moest ik meenemen. En dat heb ik gelukkig ook gedaan, want ik zat heel erg te twijfelen. En dan was ik als laatst bij de Issy Paris geweest. En ik moest dus nog een mascara hebben. En ik wou zeg maar die mascara halen. En die kost normaal 32 €. En nu hadden ze een setje waar ook een make-up remover in zat. En een soort van nachtcreme voor letterlijk 27 €. Dan ben je veel goedkoper uit. Dus ik ben blij dat die mevrouw me dat daarop ging wijzen. Ik heb deze trouwens leeg gehad. En dit is wat erin zat.
een make-up remover, de mascara zelf en een nachtcreme. En dat was alles wat ik gekocht had. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden en tot de volgende keer. Doei doei!